en welkom op mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Danny Jager, ik ben een rolstoelgebruiker door een volledige dwarslesie. En via deze vlogs wil ik jullie laten zien wat ik allemaal doe. Vandaag staat in de planning een rondje handbiken, of met je armen fietsen beter gezegd. Maar dat zie je niet zo wel. Het waait wel wat harder, maar het weer is in ieder geval stukken beter dan gisteren. Gisteren was het onweer en de hele dag was heel wisselvallig en toen toch voor gekozen om een rustdag te pakken. Dus ik hoop vandaag toch iets beter te presteren. We gaan niet voluit fietsen. We gaan lekker rustig aan. En proberen te vloggen, want dat wordt ook nog wel even een uitdaging. Mijn moeder gaat mee, dus die gaat gedeeltelijk ook wat dingen filmen. Dus ik hoop dat jullie door deze manier een betere impressie kan krijgen van handbiken. Vrij basisfiets. Het is nog geen wedstrijdfiets, maar ik ben gewoon puur voor aan het trainen nog. Misschien in de toekomst toch gaan kijken naar een andere handbike, maar voor nu deze kan het prima doen. En terwijl ik aan het vloggen ben, kijk naar mijn auto. Die kun je ook zien in de vorige vlogs, maar ik krijg elke keer een glimlach op gezien als ik hem zie. Hij is nu ook klaar. Ik heb nieuwe velgen nog gedaan. Ik heb hem iets verlaagd. Heeft wel gekost, maar elke keer als ik naar hem kijk, naar die auto kijk, krijg ik weer een glimlach. En daar. Dat is wat meer dan waard. Super tof. Super blij met die auto. En daar staat hij dan. Volkswagen Caddy uit 2016. We hebben genoeg over de auto. We gaan weer terug naar de handbike. Kijk, wat is handig. Yeah. Kijk, de handbike. Er zijn een paar dingetjes aangepast. Toen nog voor Oostenrijk. Daar begonnen de vlogs, dus ergens in vlog 1 en 2. Nee, vlog 1 en 2, misschien meerdere vlogs zelfs. In de beginvlogs het avontuur van Oostenrijk. Daardoor zijn ook dingen aangepast. Er is een andere krans opgekomen. Het delieur is aangepast. En voor de rest andere vertanding voor. Kleinere vertanding, zodat het makkelijker trapt bij hogere weerstanden. Zeker in de bergen. Schijfrem voor. En een soort van handrem. Knijprem. Waardoor je hem stil kan zetten op bergen of gewoon op de weg. En een Polar snelheidsmeter. Dan zijn we bij de voorkant. Polar fietscomputer en een Polar cadansmeter. Dat is wel handig, want ik probeer nu ook iets meer op cadans te trainen. Een hoge cadans en dan kijken wat mijn hartslag doet. Ik ook nog gewoon mijn hartslagband. Die laat ik zo even zien. En voor de rest, ja, alles zit aan het stuur. Je moet alles met je armen doen. Sta ik nu aan de verkeerde kant? Sta je aan de goede kant? Ja, alles zit aan deze kant. De rem voor de schijf. Die eigenlijk nog wat strakker mag, voel ik net. Het afschakelen. Dat is een beetje moeilijk te filmen. En aan deze kant opschakelen. Zoals ik zei, er zitten genoeg versnellingen op. Voor in de bergen. Je kan ook voor de rustige trainingen kan je lekker cadans zoeken. Het was nu voornamelijk de komende maanden rustig aan fietsen. Lang fietsen. In zone D2 noemen ze het. D2 AD3. Dat zijn zones van hartslagen waar je dus 75% van je maximale doet. En zo kan je betere conditie opbouwen. Voor de rest, het is ook belangrijk, ik zie hem net in de vlog. Het belangrijkste, Groningse vlag, mijn Nederlandse vlag. Toch laten zien waar je vandaan komt. En dat voor de rest is eigenlijk de handbike. Ja, dat. Ik ga zo even laten zien hoe ik erin ga. Voor nu even klaarmaken, want het is best wel warm en de zon schijnt. Gaan we even insmeren. Dan gaan we lekker fietsen. Nou, we gaan ons even voorbereiden. Alles ligt hier nog op bed. Wat ik ook nog wel laten zien is, hè, de hartslagband waar ik het over had. Dat is ook van Polar. Heb ik hier. Hartslagband. Het is toch iets accurater dat je hem daar doet. Dus rechtstreeks bij het hart. Neemt ook snel op bij versnellingen, intervallen. Het is altijd gewoon fijn om te weten wat je hartslag dan is. En daar kan je op inspelen. Natuurlijk, hartslag is niet alles. Het hangt ook af van de dag, hoe je voelt. En voor de rest gaan we nu even lekker rustig gaan fietsen. En we beginnen bij de helm. En Rara, wat is mijn lievelingskleur? En voor de rest. Een powerbar. Het is de eerste keer dat ik hem probeer. Ik ben benieuwd hoe die smaakt. Deze zijn niet nieuw voor mij. Jelletjes. Ik moest beginnen wel echt leren te eten. Of te drinken. Ja, hoe noem je dit eigenlijk eten? Het is snelle energie. Het is daarom ook een gel. Het neemt ook snel op in het lichaam. En ik ben super blij mee, want ja, tijdens fietsen heb je eigenlijk je armen constant nodig. En dit is gewoon even een snelle, ja, snelle snack, zodat je wat langer of meer energie hebt voor onderweg. Handschoenen. En ook geen goedkope investering, de zonnebril. Het is van 100%.
En het fiets gewoon geweldig. Ik heb één keer zonder zonnebril gefietst. Nou, het was geen succes. Daarom heb ik hier ook niet op bespaard. Dat ding, ja, is een soort van bandana. Ook voor mugjes, want er kunnen mugjes in je helm komen. Het gaat jeuken onderweg, is irritant. Het vangt ook zweet op. En het last but not least, het belangrijkste voor vandaag nu, want de zon brandt goed vandaag. Factor 30, zonnebrand. Nou, zo ga ik dus in mijn fiets. Nou, we zitten en we're ready to go. Hey. Hey. En even een fietsenwissel bij Francine. Hey, Francine. Kijk wat je allemaal op heeft in de regen. Zo. Kijk, de eerste keer rocket fuel. Geen idee wat het smaakt. Oh, smaakt eigenlijk niet verkeerd. Lekker. Ik was vergeten om te vertellen. Hoe drink ik? Ik heb hierachter Camelback en wat drink ik? Het is gewoon handig, je doet hem in je mond. Kijk, tussentijd kan je gewoon lekker doorfietsen. Ik heb in het begin met bidons geprobeerd, maar dat is gewoon drama. Als je lekker erin zit en je hebt mooie snelheid, dan met de bidon van achter pakken, drinken en weer terugzetten. En dan sta je eigenlijk praktisch weer bijna gewoon stil. Nou, vraag een fietswinkel als een oplossing en dan zeiden ze dit. Achtergemonteerd en dat werkt perfect. En het waait wel ontzettend. Tot nu toe hebben we alleen nog weer mee, maar ik kom straks een stuk en dan hebben we er dingen tegenop.
weekend bij broer, Roy. We gaan even lekker barbecuen. En met de familie ook nog. Oh, goeie. Ja, oh, wat een begroeting. Loopt hij af. Zo. Arie, klootzak. Hoe maken we een barbecue aan? Jij hebt me nog niet gevraagd of ik wel de film wil, hè? Er staat al de film. En de film. Ja, nou, we zouden zo een elftal hebben. Ja, die was goed. Koos. Wat je daar? Koos. Kijk, een grote man. Ik denk nee. Karretje nog geen rode mond. Nom 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 nom. Ja, maar goed, ik ga bij een klomme rand. Ja, ook. Oh. Alleen. Wacht, ik heb al wat gegeten. Ik ben een beetje maagd. Amazon. Het gaat hard. Hallo! Boeens! Was dat verdeeld met mijn camera? Dankjewel. Overal. Lekker. Nou, we zijn aan het barbecuen. Ja. Wat komt hier met de familie. Met de familie. Ja. Koos wel heel graag in beeld. Ja. Denny is er ook. Ik ben er ook. Roy ook. En mama Denny. En papa Denny. Nee. Nee. Ik wilde die op. Oh, wat knip, jongen. Het is nu Karen van Dijk, toch? Ja. Karen van Dijk. Je hebt geen toestemming gevraagd. Wat is het rest van je wonen jullie? Helemaal kapot, maar nee. Nou, dat was het weer. Vond je dit een leuk filmpje? Geef dan even een blauw duimpje. En wil je meer van mijn avonturen zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. En voor nu. Later.